wedstrijd is erop. RKWC tegen Heidse. Gewonnen. Voor de tweede keer op drie. Wat is de eerste reactie? Drie punten. En daar gaat het toch om? Nou, ik vind dat ze bij ons in het team allemaal kleurenblind zijn, behalve ik. Ja, het voetbal gaat steeds beter, dus ik denk dat het toch een kentering is in de competitie. Dus ik zie het wel positief in. De manier waarop is heel wat anders dan we vorige week speelden. Maar uiteindelijk, drie punten, daar gaat het toch om. Nou, omdat ik vond dat ze veel bij de tegenstander in de veld speelden, behalve ik ga er geen last van. We vingen elkaar beter en dat moet tegen die sterkere tegenstanders ook kennen. Dus. Maar we hadden vandaag gewoon moeite met onszelf. Soms dan lukte het en soms dan was het gewoon compleet anders. Nou, dus de speels aan een speler redden, gewoon dan niet. Dat is toch simpel. Ik snap dat, mijn medespelers snappen dat niet. Een grensrechter die zal zeker niet vlaggen, maar Erwin had het gewoon moeten zien. Het was echt duidelijk een hensbal, want hij sloeg de bal gewoon weg. Vandaag Stefan weer met gedaan. Vindt ze dat fijn dat hij met uit, hè? Ik vond het voor mezelf wel fijn, want dan kon ik tenminste weer in de half spelen. En dat vind je toch leuker als veurstopper. Hij kwam altijd veurs in de man. Heel positief dat de jongen bij ons met het genoemd. We hebben bezig toch de verwinning te halen. Ze hebben voor je gehangen, dus ja, dat vond je goed. Oké, dankjewel.